Goedendag allemaal. Ja, jongens. Vandaag dan ga ik het hebben over een boek. En in dit geval is het Harry Potter. Ja, deze. De eerste. Harry Potter en de Steen der Wijze. Ja, jongens. Hij valt een beetje uit elkaar. Sorry. Ik heb hem ook wel echt best wel lang. Hij is ook wel, ik heb hem best wel vaak gelezen eigenlijk. Ik weet het nu helemaal in mijn hoofd. Maar ja, ik vond het altijd echt een heel leuk boek om te lezen. Ja, ik ben ook al een beetje opgegroeid. Ja, het is gewoon, ja, ik vind het een leuk boek. Ik heb helemaal van begin tot eind. Ik heb hem voor mij echt drie keer uitgelezen of zo. Echt, nou ja, niet normaal. Nou ja, goed. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ja, weet je, het begint natuurlijk met dat hij al die brieven krijgt. En nee, dat begint niet. Het begint natuurlijk al in de dierentuin natuurlijk. Dat ze met Dirk Sever naar de dierentuin gaan. En dat hij dan dat glas daar plopt. En dat hij dan met die zang moet praten en zo, weet je wel. En dan gebeuren natuurlijk altijd allemaal gekke dingen met die brieven en die uilen. En dan vlucht ze natuurlijk weg naar zo'n vuurtoren. Ja. In een film, dus in de films heb ik ook al een paar keer gezien. Ja, een paar keer. Een paar keer. Dus nou goed, even kijken of jongens. Dus hoe laat zijn we nou? Het is kwart over drie, ik ben in de koffie, ik ben nog steeds wakker. Ja, het is natuurlijk zondag, hè, dus dan mag dat. Ja, weet je, boeken lezen is leuk, maar je hoort ook wel een beetje, soms ook wel moe van lezen natuurlijk. Waar was ik? Oh ja, die brieven. En die vuurtoren was ik. En dan gaan ze naar die vuurtoren toe. En je weet natuurlijk om wel. Ja, er zijn vaak weinig mensen die het niet gelezen hebben, denk ik. Er zijn vaak mensen die niet van lezen houden. Ja. Maar vaak, goed. Harry Potter. Even Bart. Overnieuw.